Klaar. Het was Ruben de Wolfink die wat last had in die ring, maar toch kwam tot een prachtige 59-16. Hij gaat aan de leiding in die discusfinale bij de mannen. Priscilla van Oorschot aan de leiding in deze eerste halve finale. 400 meter voor de vrouwen. Nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de finale op zondag. Isabelle Witte aan de leiding. Hanneke Oosterbeekel ernaast. Wie pakt de finale tickets? Lisanne Witte, Hanneke Oosterbeekel, zij aan zij over de finish, zeker van een finale plaats. 53-85, de tijd voor Lisanne Witte. Hanneke Oosterbeekel klokt een 53-87. En Anne van der Wiel gaat even op de bank met 54-56.